Welkom bij een nieuwe aflevering van Bonen in Beeld. Mijn naam is Anna Binnendijk, naast mij zit Jan Stoop. En vandaag hebben we te gast uh, Tom Hildering. En Tom is de eigenaar van Sluiterij Wijnkoperij De Bariek. En de gelegenheid waarom Tom hier zit, is dat ze 25 jaar bestaan, sinds 1 april dit jaar. En Tom, hebben jullie het al gevierd? Ja, dat hebben we zeker. Uh, we hebben dat hebben we groot aangepakt. We hadden heel bonne, Sanderen, uh, saasveld, zeg maar, de hele regio uitgenodigd. Iedereen die op 1 april die dag in de winkel kwam kreeg een hapje en een drankje aangeboden. Dus, en dat ging, uh, dat ging goed. Met iets van duizend hapjes die waren er allemaal op. Nou, ik heb dat feestje toch even gemist hoor. En ik woon nog wel in de wijk. Oké, okay. ja, hey. we hebben wel echt uh, in de krant, Facebook, uh, social media, overal het wel ingestaan. Dus ik heb ook niet specifieke uitnodigingen graag: gewoon iedereen. Ja, we moeten van alle mensen hebben. Dus ook geen groepjes uitgenodigd, gewoon iedereen was welkom. Ik hou het er goed, Tom. Ik hou ja, het er goed. We zijn geïnst. altijd klaar voor jou, Jan, weet je. <laughs> eh? uh, nou, een feestje. Tom, hoe kijk je nou terug naar zo'n 25 jaar? Zo'n zo kwart eeuw? Dat klinkt weer heel anders. Hè? Ja, uh, ik zeg altijd, toen wou nog jong of iets jonger. Toen waren we nog guldens, dus het was wel echt een andere tijd. Ik ben toen in die tijd echt helemaal vanaf het nulpunt begonnen. Gewoon de, een aansloten straat, leeg pand, uh, werk opgezegd. En uh, ja, begonnen met drank verkopen. En dat was best wel uh, spannend, dat het heeft echt wel een paar jaar geduurd dat je een beetje de loop erin had. Dus ik denk in deze situatie, toen was je, had je nog geen vaste last, tenminste niet echt veel. Als je nou in een situatie waarin je gezin hebt met wat kinderen, ja, dan zul je niet meer zo gewoon zo'n stap nemen om vast maar, maar kon, te paken. Ik kon dat zomaar. Dat je zei van nou, ik begin een drankenzaak. Ja, of nou nou ja je houdt je... natuurlijk zeg maar, de regio wel in de gaten, ik had het slijdersvakdiploma oh, in de tijd gehaald. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja. Eerst ondernemerschool, toen een slijdersvakdiploma heb ik nog van de oude van Wezel gehad, Gert. Ja. Die de slijterij op de bleek uit altijd. Ja, ja. Dat was wel een legendarische die in die tijd. En die heeft mij toen gezegd van uh, je hebt wel talent, je, kunt, uh, je moet doorgaan voor de finologenopleiding. Dat is zeg maar het hoogste wat je in Nederland kunt halen op, op wijngebied. Dat heb ik toen ook gedaan, maar toen was ik 24, 25 of zo denk ik in die tijd. Dus veruit de jongste die zo'n cursus deed. En ja, theorie, ik toen wel gehad, praktijk niet. Want je hebt heel veel mensen die al jaren uh, zeg maar wijn proefden en uh, dan pas zo'n cursus gaan doen. En ik was net een jaar bezig. Maar wel heel veel van geleerd en altijd wel in mijn hoofd gaat om iets in de drank te gaan doen. En altijd wel de regio een beetje uh, in de gaten gehouden. Ik kom zelf voor oorsprong uit Buurzen, zeg maar, uh, bij Enschede Haaksbergen. Klein dorpje. Altijd wel de regio een beetje in de gaten gehouden van, God, waar is ruimte? Eh, daar zijn wel een mm -hmm. beetje cijfers voor. Zoveel inwoners, dus is ruimte voor zoveel slijterijen? En toen kwam uh, Bonne op mijn pad. En toen ben ik eigenlijk gewoon uh, ja, helemaal vrij uh, ingedoken. Ja, en ik begrijp dat jullie uh, best wel wijd en zijd bekend zijn. Hoe hebben jullie die bekendheid uh, gekregen? Wat is de specialiteit? De specialiteit is, ja, we hebben de 22 jaar aan de Aasloze Straat gezeten. Dat was natuurlijk wat kleiner. Maar we hebben altijd wel uh, geprobeerd echt ja, een, een, te onderscheiden van, van het grote uh, winkelketens. Dus echt mm -hmm. die de bariek presenteren. En, en ik zeg altijd, de kastelein maakt de kroeg. En zo werkt met de slijterij ook. Ja. En dat zie je nou zie je weer. Sinds die verhuizing zijn we veel groter geworden, nog groter assortiment. En... Ja, dat trekt ook mensen wel buiten bornen, hè? Hengelo, Oldenzaal. Uh, vooral nou, we daar zitten. Aan die kant Stroom S. Ook, uh, zeg maar, uh, Saarsveld die kant op. Tubbergen, Weerslo. Mm. En ik heb ook echt... Ja, ik wil onderscheiden door te investeren in de mensen. Dus vakkennis. Ik heb zelf heel veel op wijngebied gedaan. Maar de jongens ja. hebben ook wijnopleiding. Ik heb nou een jongen op de bieropleiding zitten, Niels. En Matthijs heeft vorig jaar licoristen gedaan. Dus ik wil echt personeel op een hoog niveau hebben. Dat uh, je ja, je daarin toch onderscheidt. In goed advies. Ja. En houden jullie ook uh, proeverijen? Ja, daar ja, en... zijn we heel actief mee. En dat is mooi. Nou van de, van de zaak aan de Dorsmolen. Uh, je hebt daar de ruimte. We hebben een paar van die eilandjes op wieltjes staan, die drukken we weg. En dan kunnen we tafels neerzetten. En we hebben veel whiskyproeverijen. Uh, daar hebben we meestal een gastspreker voor. En wijnproeverijen doen we meestal op een zondagmiddag. Met een thema, die geef ik zelf. Wijn is eigenlijk wel mijn passie. Ja. En uh, ja, die zijn altijd vrij snel uitverkocht. Dus dat gaat goed. Ja. Ben je zelf ook een liefhebber van whisky? Ja, whisky, ja. Ik, ik ben echt wel een liefhebber van whisky. Ik ken er alleen niet zo heel goed tegen, dus ik moet er echt heel goed mee oppassen. Ja. Maar het is een mooi product. Maar we hebben eigenlijk bij onze winkeling, Matthijs is echt de man van het gedistilleerd. Die heeft ook echt het meeste verstand van de whiskies. Ja. En dan Niels op het bier. Ik doe het wijn. Ja. Nou, uh, mijn aanstaande vrouw zit er nu bij. Die doet vooral uh, veel het social media gebeuren. Uh, kantoorwerk en ook uh, kassa meer draaien. Ja. Dan hebben we nog een grote tak, dat is de, de, de Verhuur. Ja. Hebben we hebben een jongen op zitten en nog een uh, zaterdaghulp. En dan hoop Jörn nog een weekendhulp die, die, weekend die uh, vrij allround is. Ja. En zeer geïnteresseerd is in alle facetten van de uh, drankenbusiness. Ik kan me voorstellen, Tom, dat in, in zo'n sfeer van, uh, waarin jij werkt, dat je daar ook wel eens gekke verhalen hoort. Of dat je ja. misschien zelf wel gekke verhalen vertelt. Ja, nou. Ja, maar dat is het. het mooie is, of vind mooie ik, verhalen. van het slijtersvak, uh, het contact met de mensen. Je hebt echt, uh, ja, iedereen heeft wel wat te vieren. Dus iedereen die bij ons in de winkel komt, is linksom of rechts om goed te passen. Ja. Of ze hebben een feestje, of ze krijgen visite, of ze willen cadeautjes, gaan naar een feestje toe. Dus we hebben eigenlijk nooit echt zagrijnige mensen. Iedereen uh, is wel, ja, voor een praatje. En ik wil dat ook graag, zo, weet je, dat, dat, dat contact houden met de mensen, zeg maar. Ik ken onder andere Halve bij naam. En uh, daar doe ik echt mijn best wel, omdat te onthouden, zodat mensen ook een beetje, een beetje een warm... Ja, dat het een beetje als een warm bad voelt ja. als je bij de boerie komt. En terugkomt. En terugkomt, ja, ja. Dat, uh, ja. 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 Heb je een verhaal bij de hand? Dat je zegt van, nou... Nou ja, na 25 jaar, uh, hey. toen hadden we nog guldens in die tijd. Hè? En, uh, maar ja, je hebt zoveel dingen waarop op je pad komt. En ik heb een paar dingen aan jullie gevraagd. Neem eens iets meer waar je iets over kunt vertellen. Nou, en dat is zijn toch wel... Ja, een mooi dorp vind ik. Het, het, het is dorp, maar het heeft toch alles van een stad. En het is ook al een beetje ons ont Maar de Banners is ook wel vrij chauvinistisch. Er is altijd iets wat met bonnen te maken heeft, dat, uh, dat lukt altijd. Of nou Banners bier is. Of, uh, ja, ik heb hier een heel wat rondje bonne bij me. Dat is een, 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 een liqueur. Uh, Likeur smaakt, ja, om het ingewikkeld te maken. smaakt een beetje naar Haagse hopjes. Dus het is echt een karamellikeur. Nou, daar hebben we ontworpen dat etiket met een paar kenmerken van Banners erop. Uh, heb je zelf ontworpen? Ja, de etiket is wel ontworpen voor we ja, zelf. Ja, ja. Het drankje op zich dit niet. Ja. En dan in een mooi flesje, ja, dan doet het goed. Het is heel veel, wordt veel als cadeau gegeven, maar ook veel uh, gewoon de mensen gedronken, die het iedere keer weer kopen, net het is gewoon uh, een lekker drankje is, als borreltje of als, als uh, bij de koffie. En ik heb uh, gezien uh, bijvoorbeeld bij uh, Bio-Ei, die verkopen ook jullie barnsbier. Uh, verkopen jullie ook meer in uh, de boerderijwinkels? Ja, maar we zitten een beetje natuurlijk met alcohol. Zeg maar, een mm -hmm. biertje kan nog wel, maar uh, zoals deze, dat wordt al lastiger, omdat ja. bom de bom de 15% is. Ja. Dus de liquorette is 14,5, dat mag nog, dus daar, daar moet je wel mee oppassen. Dus daar beginnen we eigenlijk ook niet Maar bier, wat laaggradig alcohol is, dat, dat, dat hebben we wel links en rechts een klein beetje staan, maar zijn we niet heel actief mee. Nee. Maar ik hoorde je ook net iets vertellen over verhuur. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen? En, uh, verzorgen jullie dan uh, op locatie een proeverij? Of verzorg je ook bijvoorbeeld hapjes bij de dranken? Nee, hey, we, we doen heel veel in Ferruin, maar eigenlijk puur uh, drankgerelateerd. Dus uh, koelkasten, glaswerk, uh, tapvuur, uh, praattafels, stoelen, dat wel, maar uh, geen eten. Ik heb een paar keer trouwens waar ik zaken mee doe. Ga ik ook niet tussenin. Ik zeg gewoon, je kunt dat die mm -hmm. of die benaderen en daar is het. Maar je hebt bij ons als voordeel: je komt gewoon langs en je bespreekt voor zoveel personen: heb je een feestje, wat wil je hebben? We zorgen dat je voor alles genoeg hebt. En we brengen het, we halen het weer op. Uh, glazen zo kunnen we allemaal vies terug. En uh, na het betaal je puur daadwerkelijk wat erop is. En dat is eigenlijk een gewoon concept wat al jaren goed werkt en, en ja, wat eigenlijk nog steeds groeit. Maar in principe, ja. veel groter als nu wil ik er niet in worden. We hebben het nu nog een beetje overzichtelijk. Er zijn heel veel meer gestopt. Vooral in die coronatijd heeft die, die, die ferry natuurlijk twee jaar helemaal op z'n kont gelegen. Ja. En er zijn echt wel wat collega's geleid. Er zijn er ook meer gestopt. En nu komt het echt weer op gang. Maar het moet, ja, het moet wel een beetje overzichtelijk blijven. We hebben nu in het nieuwe pand alles onder één dak. Zeg maar. We kunnen het goed ja. overzichtelijk houden. En uh, dat wil ik ook graag zo op die manier uh, voortzetten. Mm -hmm. Wat kun jij je nog herinneren, Tom, van uh, jouw oude... Tenminste, jij noemde het net een, een leermeester van Wezel. Nou, ik, ik ken die man, die kende ik ook heel goed. Wat heb je daarvan geleerd? Wat heb je vooral meegekregen waar je nu nog baat bij hebt? Ja, hij was natuurlijk wel een legende. En ik, ik ben toen ooit nog uh, op zijn zaak te komen geweest, in die tijd. Maar toen ja. was ik 24 en dat was gewoon te veel geld. Maar het was natuurlijk wel een legende in Bonn. En wat dat betreft kun je soms beter met een schone lei beginnen. Dan denken heel veel mensen, maar overnemen zeg ik een zaak. Overnemen is vaak moeilijker Als van het nulpunt beginnen. Ja. Want iedereen gaat je toch vergelijken. Hè? Ja. Ik, ik hoor soms nog wel, en, uh, de generatie wordt natuurlijk nou uh, steeds dunner, wat hem nog actief heeft meegemaakt. Maar heel vaak nou wel mensen die zeggen, wat, uh, 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 dat was er in Gerrit. Dan kon je ja. hem achter het gedentje, dan kon je wat proeven. En, uh, ja. en die, had, die nam ook echt de tijd voor de klanten. Hè? Ja. Het, het, ja. Ook al toen ze zes maanden te wachten, en, uh, hij hield gewoon zijn verhaal. En bij ons is het wel soms iets meer van ja, dat de uh, ja, tempo wat hoger moet liggen. Ja, maar je hebt ook meer personeel. Hè? Ja, en dat is ook voor de keuken doorschuiven. Ja, ja. oké. Ja. Ja, okay. En uh, je hebt ook nog wat voor boeren, burgers en buitenlui. Is er. Ja, dat is ook een drankje uh, wat ik zo bedacht heb, de BBB. Nou, heel veel zeggen <laughs> van ja, je moet daarmee naar Caroline van de Plas. Ja, maar ik maar ja, dit ja. was de Easy Air-Assemblée. Ja, ja. Maar ik was er dus zo, ja, boerenburgers buitenlui. Uh, ja, we leven nu toch in een tijd waar alles gehaast is, social media. En uh, dus ik heb eigenlijk een beetje weer terug willen halen naar vroeger. En dan heb ik hier uh, een halsbandje zeg maar, met een verhaaltje op. Van dat het tijd is om soms even te uh, resetten. Zeg maar uh, het hele social media, een telefoon en alles aan de kant. En eens een keer gewoon weer gezellig aan tafel zitten. Voor ja. mooie verhalen. En ja. Uh, ja. Weet je, op die manier heb ik het in de markt willen zetten. En het slaat goed aan. Okay. Het is een hele mooie vanillelikeur. En vanille wil soms nog wel iets weeg worden. Maar dit is echt wel uh, pit. Ja. En je whisky? Ja, whisky. Ik denk, ik kon niet de hele slijterij meenemen. <laughs> en uh, ja, whisky. Wij zijn met de Briek meerdere, uh, organiseren we elk jaar uh, het Whisky Weekend Twente. Dat doen we met twee collega's slijters. En dan huren we de hele... Uh, uh, we doen nu een businessruimte van het Yeerkla Stadion af en ik kom heel whisky importeren uit Nederland. Dus daar heb je over uh, 300 soorten whisky wat je kunt proeven. En Elk jaar uh, hebben we eigen festival botteling. Dus daar kopen we in Schotland een vat, dat laten we afbottelen en dan doen we ons eigen etiket op. En dat, dat is dan zeg maar elk jaar een festival botteling. En dit jaar is het de Clan Scotia. En uh, ja, we proberen gewoon een mooie prijskwaliteit whisky in de markt te zetten. En ja, meestal die avond. Verkopen we sowieso al, al, al meer dan de helft. We hebben nu geloof een vat van 250 flessen of zo. Ik denk dat nou we 20, 30 flessen over hebben. De rest is allemaal al weg. Ja. Maar dat zijn een beetje ja, van die collectors items. Op is op en dat, dat komt ook niet weer. Krijgt Borden een bijnaam, whisky dorp? Nou, we zijn er wel druk mee bezig. Ja, maar whisky, ja whisky is mooi, breed en, en ja... De whisky liefhebber ook wel verder. Die wil ook wel een half uurtje rijden. Die, ja. hè, die hoeft niet direct om de hoek. Ook terug. Maar, ja, ook terug. <laughs> maar een whisky klant heb je ook nooit alleen. Die, 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 die jongens die de duurdere whiskies bij ons kopen, die komen overal. Ja? En als ze ergens in, op vakantie zijn en ze zien een ja. whiskywinkel, uh, gaan ze ook naar binnen. Ja. Dus dat ja. is toch een. Uh, dat heb ook een beetje met de bierjongens ook wel. Daar zijn er ook heel veel heel fanatiek mee. En dat hou je. Maar daarom moet je wel steeds zorgen dat je weer uh, wat bijzondere dingen hebt. En ja. daar zijn we altijd nog wel naar op zoek. Als ik dit jou vraag, en ik vraag het jou, het, bijzonder, het meest bijzondere verhaal dat je in jouw 25-jarige carrière gehoord hebt, wat schiet je dan te binnen? Ah, zijn wel heel veel verhalen natuurlijk. En uh, ja, je hebt zoveel mensen zien komen ook al in 50 jaar ook al heel veel zien gaan, zeg maar. En ja, en, en, ja ik vind wel, de wereld wordt wel iets meer gestandardiseerd, hè. Echt een mooie dorpvergunning, maar het wordt al wel, uh, wordt al wel minder, hè. Het is... Uh, die had natuurlijk vroeger echt legendarische figuren in het dorp. Dat was, ja, ik haak zelf kom uit dat natuurlijk ook. Dat is nou allemaal wel iets meer huisje, boompje, beetje, werk, bla bla. Maar ik had altijd een man, en toen had ik de winkel nog aan Aasloze straat. En die woonde aan de Overkant. En toen kwam ik elke zaterdag hem een kratje bier brengen. Nou ja, een kratje bier verdient net een euro. Dus ja, voor geld doe ik niet. doen. Maar raak zo'n goede klik met die oude man. En toen ging hij op een gegeven moment, kon die daar niet meer wonen, ging hij naar het dijkhuis. En toen zegt hij van Tom. Ik ga toch nog wel, krijg je bierbioos, stel ik zeg: tuurlijk, Henk, dat komt goed, dat komt goed zolang als je leert, doe ik dat. Dus die weet zoveel. Hij, met hij de auto zat we er zo groot bij, dat is heel, maar ik ben dat gewoon een paar jaar blijven doen. Ja. En altijd een praatje maken, gezellig. En uh, op, op een keer was hij dus overleden. En dan had ik ze voor half meer gekregen. Maar hij was een dag dood en toen kwam die dochter een grote bos bloemen brengen. En die zegt: van, uh, Dat moest van mijn vader. Ja, zo. Ja. Kijk, en dat heeft niks met geld te maken, maar nee, ja, ik, ik, ik. dat is wel, ja, mooi. Ja, en ja. ja, dat is ook, uh, ik denk dat zich dat ook uh, de ronde spreekt, van dat, je, dat je dat soort service gewoon levert. Ja, levert. ja. ja en het is een totaal plaatje. Kijk, de ene mm -hmm. keer verdien je goed, de andere keer niet, maar zeg, wij hebben een winkel met het mm -hmm. bier, het wijn, de verhuur, alles erop en eraan. Dat, dat zorgt ervoor dat je zo compleet bent dat je, ja, dat je het al zo lang volhoudt. Ja. Nou, dan uh, wens ik jullie nog veel uh, jaren veel succes. En voor het komende jaar zullen er vast nog wel wat uh, feestelijkheden op stapel staan. Ja. Dus misschien dat er iets meer rugbaarheid aan gegeven kan worden. Dan kom ik eens een keer langs. Oké. Okay. Maar Jan, we zijn al door onze tijd heen. Uh, oh. Had je nog een... ik nog ja, ik een, één uh, vraag. Ja, zeker. We heb ik nog gehad over whisky en een paar bijzondere drankjes... Um, ik heb in mijn aantekeningen staan, mediterraan, en ik kom graag in dat soort landen, wat doe je daaraan? Mediterraan? Ja, ja, ja nou ja, de, de mooiste we... wijnlanden, Italië, Spanje, ja. Ja. ja, dat hebben we ook, zeg maar, op onze wijnafdeling heeft ook zo'n mediterrane vloer, zeg ik altijd, dat is het gedeelte uh, van de wijnen, en van ja. de port, ja. en dat is een beetje mijn afdeling. Ja. Kun je daar ook de zon laten schijnen? Ja, dat proberen we wel. Dat proberen we wel. Okay. In ieder geval met mooie verhalen en ja. lekkere wijnen. Oké, okay, ik wens je nog heel veel mooie verhalen. En bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel. En dit was het weer voor deze aflevering van Borne in Beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Borne in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie, kijk dan op borneinbeeld.nl.